Meer dan 8000 doden en 20.000 gewonden. Dat is de tol van de Libische burgeroorlog die al 5 jaar aansleept. Een gevecht tussen lokale partijen, maar ook een geopolitieke strijd, waar nu ook Rusland zich steeds nadrukkelijker in profileert. Er zijn toch wel duidelijk berichten dat Rusland vooral huurlingen op dit moment naar Libië stuurt en vooral aan de kant van generaal Haftar. Er wordt gesproken over 200 à 300 huurlingen die zouden meevechten aan de kant van die generaal die probeert van Tripoli in te nemen. Het zou gaan om scherpschutters, maar goed getrainde ex-Russische special forces waarschijnlijk. Geen officiële boots on the ground, wel een geheime operatie. Maak kennis met de Maskirovka-doctrine. Een militaire tactiek waarbij Rusland rekent op een private paramilitaire organisatie, de Wagnergroep. Het is een heel onduidelijke organisatie. Het enige wat we ongeveer weten is dat de leider van die groep dat Prigozhin is. Hij wordt ook wel eens de chef-kok genoemd van Poetin, de goede vriend van Poetin. Hij is ook de man die achter de trollenfabriek in Sint-Petersburg, dus die blijkbaar vaak wordt ingeschakeld voor operaties waarbij er geen directe link met het Kremlin of met de Russische overheid mag gelegd worden. Prigozhin mag dan officieel geen banden hebben met de Russische overheid, toch zit hij vorig jaar gewoon mee aan tafel bij onderhandelingen tussen de Libische generaal Haftar en het Russische ministerie van Defensie. Dat blijkt uit beelden die de Libische milities zelf publiceren. Na de dood van kolonel Gaddafi, na de NAVO-bombardementen in dat land, heeft het Westen eigenlijk Libië een beetje in de steek gelaten. Er is geen strategie. Ook de Verenigde Staten heeft zich grotendeels teruggetrokken, zeker onder president Trump. En Rusland duikt in die leegte en probeert natuurlijk daar nu het maximale uit te halen. En het blijft niet bij Libië alleen, want Rusland wil ook andere Afrikaanse landen verleiden. Met de Centraal-Afrikaanse Republiek als meest geslaagde experiment. En dat mag gezien worden. На столичный аэродром Центральноафриканской Республики приземляется очередной российский ИЛ. Транспортные самолеты встречают с оркестром правительственной делегации и под контролем ООНовских инспекторов. Поставки стрелкового оружия идут с разрешения Совбеза ООН. Vorige maand organiseerde Poetin zelfs de eerste Rusland-Afrika-top. De doelstelling: meer handel drijven en meer invloed hebben. Resultaten совместной работы отражены в итоговой декларации. В этом документе поставлены цели и задачи по дальнейшему развитию российско-африканского сотрудничества во всех его измерениях: в политике и безопасности, в экономике и в научно-технической, культурно-гуманитарной сфере. Rusland kan niet meer doen wat de Sovjet-Unie kon doen. De Sovjet-Unie, dat was duidelijk de grote geopolitieke speler, ook in Afrika. Afrika was min of meer in twee gedeeld. Je had landen die bondgenoten waren van het Westen, landen die bondgenoten waren van de Sovjet-Unie. Dat kan Rusland niet meer doen. Daarvoor heeft Rusland niet de middelen. Maar ook met beperkte middelen, al dan niet militair, kan Rusland een stevige voet tussen de geopolitieke deur krijgen. We zitten op dit moment in een multipolaire wereld. We komen van een wereld waarin er eigenlijk één grootmacht was, de Verenigde Staten. Die grootmacht is zich aan het terugtrekken en dat laat heel veel ruimte natuurlijk voor andere grote landen om nu aan invloed uit te breiden. En dat is wat Poetin probeert te doen. Hij probeert daarvan te profiteren om de Russische invloed zoveel mogelijk uit te breiden daar waar het Westen zich aan het terugtrekken is. Dat hebben we gezien in Syrië, waar Rusland nu eigenlijk de grootste speler is, zeker na de gebeurtenissen van de afgelopen maand. En dat zien we nu ook in Afrika, dat Rusland probeert van zoveel mogelijk invloed te vinden, zoveel mogelijk Afrikaanse landen aan zich te binden, zonder dat het veel geld kost. Want dat is wel belangrijk, het moet allemaal low cost blijven, omdat Rusland niet over de budgettaire middelen beschikt om dat met gigantisch veel middelen waar te maken. Iets wat bijvoorbeeld China wel kan.